Maar voor de zekerheid krijg je die nog eens. Met een paar afwezigen dus bij de thuisploeg Storm. En dan kantelen ze knap bij KV Oostende. Deze tik is voor Schoofs. Schoofs kijkt. Eén keer heeft hij gescoord. Dat weet Simon Mignolet nog. In deze competitie. En zo is de vaart uit de actie van Lerberg. Ja, dat is knap van Schoofs. Schoofs doet het met de topkans. 10 minuten voor de rust. Na Schoofs die daar zijn actie inzet. Prima Matipaas en ook net wat pech voor Schoofs. Want het idee was schitterend. Nee, dat was Walsh. Daar toen stond. Intussen Van Orenbeek. Hermans, gaat hij het eens proberen? Hermans! Het heeft lang geduurd, maar nu komen de doelpogingen toch. Het is voorlopig geen competitiegoal. Maar er is vorig jaar een periode geweest waarin hij... Schoofs is doorgelopen. Schoofs nog. Schoofs buitenom. De paas van Schoofs en dan Walsh. Het vizier staat daar niet op scherp. Van Lerberg verstuurt deze met de linker. Kuipers. Ah, is goed weggedraaid. Mirapti met de versnelling. Dikje Mirapti voor Kuipers. Aflegger. Mirapti. Prachtige goal is het van de Zweedse international. Bij afwezigheid van Storm moet iemand anders het doen. En dan zijn Mirapti en Kuipers zo'n beetje de mannen. Naar wie je kijkt. Tegen een collectief sterk KV Oostende. Maar... vreemde capriool daar. Stevig van Guillen, dat wel, maar krijgt er ook geel voor, terwijl hij ook wel de bal speelde. Het is een beetje wachten op aansluiting, dus Kuipers zelf. Kuipers, de vraag was, was die bal over de achterlijn geweest? En Rob Schoofs voor de hoekschop. Nou, kwam bijna Hermans aan, maar hier is Svet die de bal uit de lucht plukt. En Svet scoort! Door een bosbeen. 8e minuut, tweede helft. En na een standaardfase, een hoekschop. Scoort KV Mechelen dan toch nog eens. Het is een werkpunt bij de thuisploeg, de statistieken. Want die standaardfases zijn boven. Maar dit is wel sterk werk van Svet. Prima techniek zeg. En dan zit het misschien ook wat mee. En wat tegen voor Fortis. Die krijgt hem tussen de benen. Het zijn reglementen natuurlijk. Schoofs gaat het eens proberen van op een afstand. Schoofs! Wat een fenomenale goal van Rob Schoofs is dit. Extatisch die tribunes. Het zijn er altijd om in te kaderen als Rob Schoofs uithaalt. Wat een overtuiging in die knal ook. Schoofs, hier weet je het al, dat hij zijn kans gaat wagen, heeft gekeken. Waanzinnig, dat schot van Schoofs. Ambroos gaat het ook doen. Maar het is een parade van Koeken. Ambroos, misschien is daar iets voor Gueye. Hij won het luchtduel van Peyre. Daar komt hij. De hoekschop van Darpino. Dat is nog een goede kopslag. En dat geeft Laforge ook aan. Van de twee KV's achter de kazerne. Was Mechelen duidelijk de betere vandaag.